en het volk ermee iets heel schoons aanbieden. En dan bedoel ik niet de huwelijk van die bruidspaar, want dat is toch niet te redden, zou ik maar zeggen. Maar van onze diaken zelf. Oh. Ik wil even iemand anders naar voren houden. Als je die klein stapje terug doet, dan wil ik eigenlijk vragen of Harry van Herpen even deze kant op wil komen. Hij heeft 22 jaar volgehouden. Ik ben op een gegeven moment afgehaakt. Maar vanwege het feit dat deze de 22e boerenbruiloft is, willen we jou toch even onderscheiden met een boerenpet en met wat mooie herinneringen. Van 22 jaar boerenbruiloft in Schorsbossenhout. Deze boerenbruiloft mag mee organiseren. En dat mee organiseren, we hebben mede dat er vier meer zijn die dat gedaan hebben. En ik doe de willekeurige volgorde. Zoals je hier nou veel staat, 22 jaar terug. Initiatiefnemer was toch wel Peer die het idee had. En gelukkig mochten wij meehelpen om het idee uit te werken. En dit zijn dan de mensen, ik maak er zelf ook gelukkig naast gestaan. Deze zijn dan de mensen die het mede allemaal georganiseerd hebben en door dit festijn uit laten komen. Wij zijn samen heel blij dat jullie allemaal hier bent gekomen om ons vandaag te zien trouwen in Noord-Echt. Zoveel mensen die allemaal komen kijken naar ons kon gebruiken. En die tenten die ze hier voor ons neergezet hebben, dat willen we niet weten. God, toen ik echt trouwde, toen waren het helemaal niks. Ons konste bruidje van heel de wereld is de liefste Ellen met wie ik nou mag trouwen kan. En wil weten hoe hij gekomen is. Hij vroeg mij aan Harry, die weet er alles van. Met goede volleyballen, we keken erg graag naar jou. Onze spankam, oh, onze spankam. Zo'n wonderlijk lijf, wat genoten wij daar toch van. Oh, oh, onze spankam. We zijn verliefd op Jan. Oh, Jan, 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 Jan. En op die leuke school ging Jan gewoon zijn eigen gang. Negen jaren Jan, dat is toch ook veel te lang. Maar toch verliefd op Jan. Oh Jan, 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 Jan. Tussen jou en haar ik over. Het was voor mij de weten dat je weg zou gaan. Jullie keek een beetje om. Yes.
gezet deze dagen. Want dan begint die binnenkomen volgens mij. Wat vol. Ik zou jullie zeggen. Hoe goed dat je niet zwanger bent hier, want dan komen we niet erin. Heb ik eerst al even gezegd. Zeg misschien straks. Zeg, Bergom, ik heb net al zo zitten schrappen en krassen nou wat mee heb gemaakt in de tent, dus nou, Mag ik me niet afzetten? Nee. Nee, 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 dames en heren, hartelijk welkom. Op deze bijzondere dag, 9 februari 2016, in ons gemeentehuis waren deze dagen stiller is dan anders. Het is van jullie geweten dat dat niet normaal is. Ja. Jullie willen het allemaal zo graag houden, maar je hebt er ook altijd over te bouwen, hè? Dus, tot aan. Schorsbosser Jan van Roestel en Schorsbosser Rinneke en van Engelen in hun onechte verbinden. Onechte, hè? Jas aanhouden en alles. In gezelschap van hun getuige Helene van de Veerdonk, die de bruid nog zal bijstaan, en Luc Simons, die de bruid nou bijstaat. Dat is zo goed, hoor ik hier altijd. Echt. De carrière sloot je af bij de meester Giesbers. Ja. Ik weet het al, maar niet maar jullie wel. Dus. Het zal al jullie hebben gelegen. Dat zijn ze vroeger, hè? Ons intelligente manneke ging daarna, net als vele andere slimme schijnels, die jongens en meisjes, die waren er veel, naar gymnasium Benrode in Heemstreek-Dinter. En gelegd naar veel passie en beleving in. En altijd in voor gekke ideeën. We hebben het straks ook al gehoord. Kijk maar naar de Facebookpagina van Ellen. Daar hebben mensen mij attenter gemaakt. Want ik kijk daar normaal niet op. En ja hoor, verse viswijven gezocht. Wat dan? Dat is toch de geur? Ja. Daar zal ik jou als een mopje over vertellen. Verse viswijven voor de visafslag CQ voorheen gemeente Huis Schijndel. Ja, dus ik daag jou de echte verbinden, de onechte. Voor één dag. En eer de avond valt, zal de haan niet driemaal gekraaid hebben, maar is een dag voor jullie alweer voorbij. Dus carpe diem, zeker vandaag. Doe maar. Het is de hoogste tijd, alleen ik vraag ieder jaar, en ik ga het nu ook vragen, of er iemand aanwezig is om mogelijk bezwaar aan te tekenen. Blijven zitten! Nee, waarom? Want dan spreek ik de formule dat hij of zij dan nu spreken of anders voor eeuwig zwijgen. Kort. Ik snap er geen zak van, maar het vindt altijd op een dinsdag plaats, maar het duurt maar een blauwe maandag. Misschien komt het er aardig mee, waar, niet dan? Hey, ja, maar ik wil het toch wel waarschuwen. Ik ben er nog net niet tegen, maar ik wil het toch wel waarschuwen voor het een en ander. Ze hebben gruwelijke hekel naar strijken. Ja. En dat wil dus zeggen dat je in de toekomst met een verkruidsport hebt in de winkel staat. En dat roept zoveel irritatie op binnen de kortste keren, dat je er binnen de kortste keren ja, eigenlijk wel de bak van krijgt. Ja, en binnen de, nou, dan ben je ook mooi die schaar natuurlijk, hè? Dat snap je wel. En om de alle de broek aan in. Ik hoor eigenlijk andersom zo. Ik hoor net 10 minuten gehad, mijl, dat is al lang geleden. En kwam die er aan toe. En die zei, ik ben u hebben geen kooi. Dat is heimelijk zo bij dingen, al had dat nooit geweten, maar ik heb het nooit gebruikt, dus ik heb het heimelijk gedaan. Wat de beauty toast doet, stopt het. Dat is gewoon zo'n ding. Een hondvang. Brandblussen, dat is gek. Als het koken is. Zeg, ik duur uit Jan, die is
Zo, dertig man. Het schaam wel een beetje om dat te laten zien, maar elke keer heb je nooit gezien, hè? Heb je nooit gezien. Dus, ik kan meer zien, ik kan beter zien. Dus ik besloot, zeg maar, ik besloot uit te analyseren en zeg maar allemaal. Ja, we hebben eigenlijk een jaar of zes, zeven, we hebben niet alleen getrokken. Maar toen dacht ik van, daar toch valt mee, want El die valt mee. Maar ik moet er zeg maar een beetje de vinger op krijgen. Dus ik heb eigenlijk, wat dat betreft, een beetje een soort analyseapparatuur. Ik zeg al, ik ben technicus, dus ik moet dingen allemaal zeg maar analytisch aanpakken. Ja, nou, daar moet je mee voor nodig, jongen. Daar moet je mee. Ja, dat is 13 kilometer. Ja, daar moet je mee. Daar weet ik ook al niks van. Namens de familie van den Berg, Zutspul, wil ik namens de medicale kant van Jan bezwaar maken tegen dit schets vertonen. Aangezien het voor mij niet mogelijk is om Jan op andere gedachten te brengen, ik heb er urenlang mee gebrood. Zelfs niet nou ik Ellen heer heur zingen. Richt ik me tot Ellen. En hopelijk kom je dan tot een ander deel van Jan en zul je dan voor dat het doet gesloten wordt. Ella, voor een hetero huwelijk, dan heeft deze bruid je ongeveer wel heel veel roze aan, of niet? Ja, dat wel. Wist je dat Jan, ja dat weet nou intussen wel, 9 jaar op het gymnasium ingezeten en nooit een diploma heeft gehaald? Ik heb niet nodig voor zich aan. Zijn medestudenten zou hij leren halen. Korte overweging. Korte overweging uit het groep der broekhoesters. Een tekst in lang vervlogen tijden, maar bij velen vast en zeker nog bekend. En vaak gebruikt om nieuwsgierige levensvragen te kunnen beantwoorden. Vooral als het over iemand anders gaat. Neem de bruidspaar in gedachten en ik verzoek jullie in mijn overweging mee te gaan. Doe die dat ik? Of doe die dat niet zo dik? Ik zou niet weten hoe dik dat die dat doen. Doe die dat ik? Of doe die dat niet zo dik? Ik zou niet weten hoe dik dat die dat doen. Dankjewel. Na deze korte overweging vol nieuwsgierige levensvragen en mogelijk funzige fantasieën wil ik mij toch graag richten diegene die gemist is benijden. Zijn rapporten, ja, die waren wat minder. Er waren zelfs kinderen bij die hun zijn rapport wilden nemen om hun ouders eens flink te laten schrikken. Want er waren vakken bij, daar deed Jan gewoon niet aan mee. Geschiedenis? Nou, dan las je aan de laatste bladzijde van het boek en dan wist je ook maar hoe dat afging. En algebra? Geen lekker zeker niet dat ik aan algebra ga doen. Geen lekker zeker niet dat ik daar later ooit naartoe ga met vakantie naar algebra. Nee, naar algebra. Nee, een diploma, het is al gezegd, mensen, dat heeft hij niet. Maar hij was inderdaad dezelfde leeftijd als de leraar. Daar kon hij nogal goed mee opschieten, dus een rapport of een diploma was eigenlijk ook niet meer nodig tegen die tijd. Het schiep een band en Jan had zo zijn eigen methodes en dat heeft hem nog ver gebracht. En ja, ik moest er na een jaar af, want ik was onhandelbaar en mij stuurden ze naar Schijndel, want daar zou ik dan beter passen. Ja. Maar ik ben Jan echt nooit uit het oog verloren, mensen. We zitten samen in een zeilclub, of ja, het is nou misschien meer een fietsclub, of het is eigenlijk meer een oude hoerclub, of een drinkenfeestclubje, weet ik het. Het is een clubje. Al met al, we gaan eens per jaar een lang weekend los op een boot, of bij Marieke in Duitsland, en mijn oude hoer en dan lachen. Eigenlijk is daar niets aan veranderd.
net als aan zijn huwelijk. Hij is al zo lang getrouwd met Carla, 34 jaar. Iets nieuws zou ik zeggen, 31, maar hij geeft 34 jaar mee. Ja, maar dat is... Hij kan wel tellen. Kijk, zie je? Na 34 jaar, mensen, is hij toe aan iets anders. En op Jan zijn huwelijk zit inderdaad een beetje steed. Ze zijn ook nogal jong getrouwd. Zullen zijn, ja, dat zeg je nou, dat zeg je nou. Jan? Nee. Jan van Engelen? Doe het er dan maar in. Als ik daar nog op weer, doe het nog maar in. Hier is het vanavond. Ja, hè? Ja, het is zo. Hé, Jan. Ja. Deze is voor de ambtenaar. We kunnen het even registreren. Voor u een akte met een mooie huwelijkspen en voor het bedrijf ook. Hè. Elkaar het licht in de ogen gunnen vandaag. Carpe diem hebben we straks gezegd. Dat gaat goed komen. Hartstikke bedankt en een hele fijne dag met z'n allen.